naar Oud-West om te laten zien wat er allemaal komt kijken bij herstructurering in een wijk. En daar leent Oud-West zich prima voor. De ene wijk, de Wolfskuil, daar zien we de resultaten al. Die heeft een groot deel van de herstructurering al achter de rug. En de biezen zitten volop in, midden in de bouwput, zal ik maar zeggen. Hartelijk welkom allemaal, raadsleden, bewoners en overige genoten. Hierachter behouden we en dit stuk gaan we slopen. Hier komt nieuwbouw. Waarvan 268 woningen teruggebouwd worden. En dat doen we in drie fasen. Ik heb daar 40 jaar gewoond. En dan valt het niet mee als je dan je wijk moet verlaten. Dus wat wij dan altijd mensen beloven is van u mag altijd terugkomen. We gaan verhuizen. Dat is iets wat wij eigenlijk van u verwachten. Dus u krijgt onze verhuiskosten voor. Ja, kijk, de bomen blijven inderdaad gespaard. Die hier rondomheen staan, evenals die grote bomen hier achter. De rechterstam wordt daar omheen gemaakt. In het Nachtegaalplein stonden we natuurlijk helemaal aan het begin van het proces van herstructurering. Nou, in het Waterkwartier zijn we alweer een fase verder. De eerste woningen staan. Ten aanzien van het Goudkistjesproject ons Waterkwartier, dus de wijkvereniging, heeft samen met Tandem en de Stichting Oud-West en Portaal en de gemeente een welkomstpakket gemaakt, wat Johan dus net zei, met de informatie over de wijk. Rondleiding hebben gegeven, we wandelen langs de mooie gouden kistjes, langs de deur.